4-1 overwinning thuis en jouw debuut natuurlijk, dat moet een fantastisch gevoel zijn. Ja, dat is absurd. Dat is niet te beschrijven. Want je krijgt natuurlijk op een gegeven moment een bericht van de trainer dat je shirtje aan mag trekken. Wat voel je dan op zo'n moment? Ik had verwacht dat ik heel zenuwachtig was van tevoren. Maar ik had er zoveel zin in en ik had zoveel zin om te spelen. Want je hoort natuurlijk vandaag dat je bij de selectie zit. Je weet eigenlijk al natuurlijk dat je toch wat dicht tegen het eerste aan zit. Is dat ook echt iets waar je vandaag dan rekening mee gehouden hebt? Ja, ik heb wel rekening gehouden met een invalpuntje. Dat moet je altijd doen. Dan ben je erop voorbereid en dan kan het niet tegenvallen. Je hebt natuurlijk, je heet Brussels van achter. Je vader heeft natuurlijk ook gespeeld. Heb je het van tevoren met hem over je debuut gehad? Over hoe het is om voor NAC te spelen? Ja, we hebben het echt alleen maar gehad over dat ik er nu van moet genieten. Maar wel met beide pootjes begonnen blijven. En dat komt wel goed. Je speelde natuurlijk vorig jaar nog in de A-jeugd. De trainer zei eerder een paar weken geleden dat hij eigenlijk jouw naam nog niet kende. Wat is er afgelopen seizoen gebeurd dat je zo snel gegroeid bent? Ik had geluk met blessures van onder andere Cas van Ekelen. Daardoor kreeg ik mijn kans. En die heb ik gegrepen en dat viel goed uit. Dus toen kreeg ik speelminuten, toen lukte alles in één keer. En het ging telkens een stapje hoger. Van basis naar jong, naar dat ik mee mocht trainen bij het eerste. Vast erbij en toen ook nog dat ik mocht spelen vandaag. Je knijpt jezelf dan wel eens in je arm? Ja, het is wel moeilijk te beseffen, ja. Want je bent natuurlijk nog heel jong, hè? Je bent nu 17 als ik het goed heb. Als je debuut maakt, dat is een leeftijd die veel belooft. Heb je een beetje een beeld van wat je doel voor dit seizoen is? Dit seizoen zoveel mogelijk minuten maken. Of dat bij het eerste is, bij jong of zelfs nog bij de A1. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en mezelf ontwikkelen. Je hebt natuurlijk vanavond je debuut gemaakt voor een vol stadion. Als je dan weer bij de A moet spelen, is dat dan gek? Nee, dat zou je wel verwachten, maar ik heb heel veel vrienden daar zitten. Dus ik zou wel heel graag uitkijken om nog een keer naar de A1 te spelen. Het is niet dat ik dan, het is wel een stapje omlaag dan, maar zo voelt het niet. Heb je je vader nog niet gesproken, denk ik? Nee, die had zelf een wedstrijd. Dus die was er ook niet. Nou, ik neem aan, je gaat hem zo dadelijk bellen, denk ik? Ja, natuurlijk. En ik heb wel het idee dat hij wel gehoord heeft. Is jouw vader dan een klassieke voetbalvader die heel kritisch is? Of is het vanavond gewoon een beetje feest vieren dat je je debuut gemaakt hebt? Vanavond is het feest vieren. Ja. Dankjewel. Hij blijft wel kritisch. Ja? Ja, nee, maar is dat echt zo? Hij blijft zo kritisch? Ja, maar nu natuurlijk niet. Nu is het feest. Top, dankjewel. Succes. Dankjewel.